Ja, de mensen die goed hebben opgelet, was geen voorbedachte raden, maar hoeveel calcium zit er eigenlijk in de droogstof, kilo droogstof gras? En aangezien ik meer keuze heb, moet ik nog even klikken. Weten jullie dat? Oh ja. Wie gaat er voor A? Ja, dat is, was dus dat blokje, hè? Naar omhoog. Gewoon even die beweging maken. A. A. Mag ook met de hand inderdaad, dat is ook prima. Dat is goed. B. Ja, dat zijn er meer. C. Oh, als ik daar dan toch een beetje zie, dan zijn er heel veel die het gewoon niet weten. Want er zijn toch heel veel mensen die vergeten hun hand op te steken. Maar de mensen die voor B gekozen hebben, dat is inderdaad wel het meest voorkomen dat het daar rondomheen zit. Ik hoop dat het van Anton mag. Maar ja, gras is inderdaad een onderdeel van het geheel. Maar wat we wel moeten weten is dat die 12 gram, die heb ik er niet voor niets bij gezet. Want ga je ook maar iets doen met klaver of met kruiden, dan zul je zien dat dat gaat gebeuren. Dan zie je over het algemeen dat grasklaver kan wel richting de 15, 16 gram per kilogram droge stof zitten. En dan wordt het in één keer heel anders. Kijk, wat we vaak zien, calcium wordt heel vaak gelieerd met kalk, pH en dergelijke. Maar calcium is ook gewoon een element wat erin zit. En zoals je hier ziet, dit is gewoon een willekeurig grondmonster, maar wel een heel veel voorkomend grondmonster. Er is een hele grote voorraad calcium in de bodem. Alleen er is eigenlijk maar heel weinig beschikbaar. En ik denk dat dat heel goed is. Kijk, uiteindelijk zijn er allerlei bodemprocessen die allemaal dingen ook weer op gang komen. Maar ook in verhouding daarmee is het wel belangrijk. Ik zie ook dat calcium ook in al die bodemprocessen ook weer een stimulerende werking heeft. En daarom is wel het advies om hier eens naar te kijken en het eens mee te nemen. Want het kan best wel eens wezen, net als dat je als je hierin ook eenzijdig bent en bijvoorbeeld helemaal je calcium niet meeneemt, je neemt je zwavel niet mee, er zijn een hele hoop sporenelementen. Ik heb er gewoon eventjes eentje uitgepakt. Maar die calcium even meenemen, want calcium kan in het hele bodemproces ook de groei stimuleren en kan dan aan de andere kant weer wat stikstof besparen. Even een marktonderzoekje. Kruidenrijk grasland. Wie van jullie zou er wel eens willen werken met smalle weegbree? En rode klaver. En geen. Oh, iedereen die wil wel wat, Theo. Wie zou eigenlijk alles wel gemengd willen hebben? Ja. Nou, ik denk ook dat laatste heel goed is. Kijk, je kunt uiteindelijk kijken wat wil ik. Je kunt dingen uitzoeken. Je kunt verschillende dingen mengen, alleen ik denk dat het goed is om te gaan kijken naar de verschillende mogelijkheden. Kijk, de vlinderbloemige waar we het net over hadden, zeg maar de rode klaver, witte klaver, rookklaver. Dat zijn eventueel luzerne, dat zijn planten die nemen stikstof uit de lucht op. En smalle weegbree, sigorij, dat zijn heel veel bekende soorten. Ook die, daar zitten weer gecondenseerde tannines in. Die zorgen er weer voor dat het eiwit in die koe beter benut kan worden. En nou, in die zin kun je er gewoon daarmee ook weer die minerale verhouding wat beïnvloeden. En wat je over het algemeen ziet is dat je eiwitkwaliteit, dat je met minder stikstof, toegevoegde stikstof, wel de voldoende hoeveelheid productie kunt halen. En denk ook niet dat ik doe kruidenrijk, dus ik lever productie in. Dat hoeft in principe helemaal niet. Dat heeft over het algemeen ook weer te maken met van wat voor keuzes maak je. En hoeveel kilogram stikstof kan rode klaver vastleggen? Wie gaat er voor A? 50 kilo. Een B,
en C. Nou, C is wel echt wel wat kan. Alleen dat is als je rode klaver verbouwt, zeg maar, een monocultuur rode klaver. Die kan tot wel 700 kilo stikstof binden. Dat is in de bovengrondse delen en de ondergrondse delen. De 150 kilo, daar wordt vaak mee gerekend. Het hangt er een beetje af van hoe die staat. Maar over het algemeen is dat wel een heel goed uitgangspunt. Nou, je kunt wel nagaan, die 150 kilo is ook vaak wat wij gemiddeld aan kunstmest erbij geven. Dus misschien is overwegen om wat te gaan werken met rode klaver. Nou, de prijzen van de stikstof stijgen. Want als je voor 50 kilo stikstof uitgaande nog van een euro, omdat de oorlog wel een keer zal stoppen, maar dan 50 kilo stikstof binden, 50 euro, dan heb je ook die rode klaver erin zitten. En die rode klaver die gaat meerdere jaren mee. Dus in principe is dat gewoon een denk ik een economisch interessante keuze. Nou ja, wat is de invloed op de eiwitkwaliteit in de kuil tijdens het bewaren? Want dat is ook heel belangrijk, want nu bepaalde prijzen en dergelijke iets wat stijgen hier en daar, is het misschien wel goed om vooral goed ruwvoer te hebben. Nou, eiwitkwaliteit is er daar eentje van. Wat is de invloed daarop? Wie gaat er voor A, de inkuiltemperatuur? En de B, het maaimoment. Ja. En de C, het vastrijden. En de D, alles. Kijk, gelukkig. Het is inderdaad, alles heeft invloed op, want er zijn echt heel veel dingen die meespelen. Eén plaatje heb ik wel vaker gebruikt, ik weet niet of jullie hem wel eens gezien hebben. Nou, je kunt het hier mooi zien. Eiwit, wat in vers gras zit. Iedereen weet dat er verschil is in eiwitkwaliteit tussen vers gras en kuilgras. Nou, dat zit hem in het proces hierna. Maar dat begint op het moment dat we maaien. Hier zitten alle bolletjes nog aan elkaar. Dat is uiteindelijk een goed eiwit. Een goed eiwit als een compleet. En wat je vaak ziet is dat op het moment, of ja, wat er gewoon een feit is, op het moment dat je een slecht inkoopproces hebt, dan gaan die eiwitbolletjes, die worden allemaal geknipt in het proces. En dan krijg je een ammoniakfractie, dus voor iedereen wel bekend. De ammoniakfractie is een meetbare gedeelte van een slechte eiwitkwaliteit. Nou, hoe krijg je dat? Dat krijg je door een hoge temperatuur. Dat krijg je door trage verzuring. Dat krijg je door veel lucht erin. In principe moet een kuil eigenlijk in 2 weken stabiel zijn. Dat moet het doel zijn. En uiteindelijk, daar kunnen we bepaalde dingen bij beïnvloeden. En ik denk dat het belangrijk is om dat goed in de gaten te houden. Want dat is naar de toekomst zeker van belang. En dat was hem eventjes. Zijn er nog vragen? Ja, nou. Je hebt niet uitgelegd hoe je die hoge voorraad calcium beschikbaar krijgt. En die hoge voorraad calcium beschikbaar krijgt? Oh, bij de vraag. Nou, die hoge voorraad calcium, wat je over het algemeen ziet, is dat die de calcium beschikbaar krijgen is de bodem, in de bodem is zorgen dat de bodemprocessen gaan lopen. Totdat die bodemprocessen gaan lopen, moeten we af en toe wat toevoegen. En wat je dan ziet is dat je dan bijvoorbeeld zou kunnen gaan werken met een gips of met een calciumcarbonaat en een gips in het voorjaar, een klein beetje zwavel erbij, om de bodemprocessen ook, die nog niet zo snel op gang zijn gekomen in het vroege voorjaar. Zwavel moet vrijkomen op het moment dat het organisch materiaal verteert wat er in de bodem is. En daarom zou dat moeten zijn. Maar je ziet over het algemeen dat als je bodemleven actiever is, dat je calcium ook meer beschikbaar is. Nog andere vragen? Ja, ik geef jou misschien iets over wanneer als je bekant wilt strooien, mest wilt rijden en kunstmest strooien. Ja, nou dan moet je heel erg, als je met kalk wat wil doen, dan moet je heel erg kijken naar welke vorm dat je gaat geven. Geef je een trage vorm, dan zal die minder snel reageren met bijvoorbeeld een drijfmest.
heb je, dan praat je over eierschalen of zeeschelpenkalk. Want het heeft te maken met de calciumcarbonaatvorm. Dat is degene waar, hoe die erin zit. Calciumcarbonaat die reageert met het ammoniumgedeelte wat in de urine, in de stikstof, in de drijfmest zit. En die kan vervluchtigen wordt ammoniak. Maar pak je bijvoorbeeld de calciumsulfaat, dus je pakt de gips, dan zal dat niet gebeuren. Dus in principe wil je werken met een calciumcarbonaat in het voorjaar en in combinatie met drijfmest. Zorg dan voor een tijd ertussen. Ligt een beetje aan de omstandigheden, maar dat ze niet met elkaar in contact komen of kies voor een trage kalk. Maar in het voorjaar over het algemeen is het advies om te gaan werken met een met de gips, ook vanwege het stukje dat je met zwavel die opname ook belangrijk is. Verder nog? Ja? En doe je ervaring met de bespuiting in maïs als het gaat van met steeds op vast met een voedselgroep? Ja, dat is de Blue N-achtige. Ja, de vraag uit de zaal was of we ervaring hebben met stikstofbindende bacteriën die je kunt spuiten. Ja, die ervaring die is er wel. Net als Anton kijk ik ook graag naar onderzoek. Het onderzoek van de leverancier komt over het algemeen heel goed uit. Ja, voor 50 euro, ja, dat rekent heel makkelijk, 50 kilo stikstof. Nou, als je dus meer er onderzoek op naslaat, zeg maar, dan is het een heel complex verhaal. En dan kom je echt weer bij, je moet de juiste bacteriën bij de juiste plant hebben. Dus als ik 50 euro had, dan zou ik klaar voor zaaien, denk ik. Maar het kan wel, het is wel mogelijk, want die systemen zijn er wel in de natuur. Alleen wat bijvoorbeeld deze bacteriesoort die van dit betreffende middel, is er bijvoorbeeld eentje die is eigenlijk heel erg geleerd aan de schimmels. En dan is het de vraag, als je die bovenop een blad spuit, wat over het algemeen, als er een leven is, over het algemeen, hoe moet ik zeggen, een microbieel, bacterieel is, zeg maar, of dat effect dan ook kan. Want je hebt ook van diezelfde bacteriën die dan in combinatie groeien met planten, met plantencellen. Was dat trouwens een antwoord een beetje? Nee, nou ja, ik heb er ervaring mee en ik zou het niet adviseren. Ja, of, ja dat is het eigenlijk een beetje. Ja? En wat Joost ook is, ik heb nog gemengsel van gist en die andere kalfmeststof. Kan meer. Ik heb nog mest in de kelder zitten en ik heb nog twee. Ja, die heeft al. Kunstmest in de silo zitten. Ja. Allemaal nog op de band, zeg maar. Wat is het tijdje? Nou, in principe de mest en de kunstmest, die kunnen in die zin gelijk. Ik weet niet wat voor mengsel dat je hebt van gips en calciumcarbonaat dan of zo. Ja, dan zou ik tussen die zou ik altijd minimaal een week ertussen proberen te houden tussen de stikstofhoudende meststof en zo'n kalkmengsel meststof. Omdat je zegt van ja, je wilt gewoon uiteindelijk die calciummeststof moet gewoon niet in contact komen met die stikstofhoudende meststof. Nou, ureum zal altijd heel snel zal een deel omgezet worden naar ammonium. En dat is gewoon die reactie die ontstaat, zeker als het wat warmer wordt. Kijk, en aan de andere kant is het gewoon zo van, ja, je kunt ook niet alles op één dag, zeg maar. En dan, maar het is gewoon verstandig om te zeggen van, ik pak er even een week tussen. Maar aan de andere kant kun je al wel, daar moet ik niet te lang mee wachten als je rijdt. En wat heeft dan je voorkeur? Nou, mijn voorkeur heeft om nou, als je dan zo zou zeggen, dan zou ik zeggen van, pak de drijfmest. Ga dan met die, als die aangedroogd is, zeg maar, ga er dan met die kalk omheen. Dan, vanuit de drijfmest is er al een beetje stikstof direct beschikbaar.
Dan kun je een beetje, de kalk zit ook een beetje zwavel bij in. Die heeft hij dan ook beschikbaar. En ga er dan, op het moment dat het gewas lekker aan de groei begint te komen, ga er dan met de kunstmest ureum overheen. Ja? De gips in het najaar doen? Nee, de gips in het voorjaar en de calciumcarbonaat, zeg maar, de normale kalk in het najaar, dat is over het algemeen de overweging. De gips die je in het najaar doet, is vaak het advies van de gips om je klei bewerkbaarder te krijgen. Maar dan praat je over deze hoeveelheid gips, praat je over 100, 150 kilo per hectare, zeg maar. Een keer naar de richting de 250 kilo. Maar die in het najaar bijvoorbeeld in de akkerbouw wel gebruikt wordt. Maar dan beginnen ze bij een ton en dan eindigen ze bij 10 ton. Dat is al helemaal niet advies. Maar wat je dan krijgt is dat als je heel veel gips, heel veel calcium in één keer beschikbaar krijgt. Nou, wat Anton al aangaf, maar die reageert heel graag met fosfaat. Die reageert heel graag met allerlei andere mineralen die op dat moment heel nodig zijn voor die plant. En dan ga je eigenlijk met die gips te concurreren. Maar een klein beetje is gewoon een mondvoorraadje. En dat kan wel in het voorjaar. Nee, maar om je klei niet te verhouden, is je kan het deze te verbeteren. Door slagels te kunnen deze laten wegspoelen in de winter. Is daar sommige adviseren dan zeggen, als je in het najaar 500 kilo, dan heeft het de hele winter de tijd om uit te spoelen. Nou, dat is dit jaar goed gelukt, denk ik. Ja. Dan ben je een deel van je magnesium ja. En dan herstel je calcium-magnesiumverhouding. Nou ja, dat klopt. En dat is iets van dat moet dan ook nog gezien worden. Maar dat is ook een ander doel. Dit doel is je gewas een beetje voeden, zeg maar. En die zwavel die dus uitgespoeld was, die in het voorjaar dus dan niet meer beschikbaar was voor dat gewas, die komt weer beschikbaar op het moment dat wij de bodem op temperatuur krijgen. Maar dat duurt vrij lang voor de eerste snede. Dus er is ook heel veel onderzoek dat op het moment dat je zwavel ook in het voorjaar toedient, dat gewoon positief is voor je goede eiwit in je. Want eiwit is net als dat bijvoorbeeld stikstof, maar dat zijn onderdelen, daarvan is ook zwavel. Dus het zijn twee verschillende toepassingen van je verhaal. Christian, bedankt.